bij het programma Dorpsgericht Werken. De manier van werken van de gemeente Drimmelen. Vanmiddag staan we hier op de Schans in Terheijden. Een schitterende plek en ik heb als gast Eugenie Bodden van de GGD West-Brabant. Eugenie, we gaan het hebben over preventie bij dementie. En daar hebben jullie een campagne voor. En hoe heet die campagne? Ja, we hebben een regionale campagne speciaal voor onze 16 gemeentes van West-Brabant. Wij zijn zelf het medicijn.nl. Dus voor degenen die het ook willen opzoeken, wij zijn zelf het medicijn.nl. En die campagne is inderdaad gericht op mensen bewust maken dat een deel van de dementiegevallen te voorkomen is door een gezonde leefstijl. En waarom gaan jullie daar nou een campagne voor voeren? Ja, nou, dementie wordt een steeds groter probleem in onze maatschappij. En in Brabant misschien zelfs nog iets meer dan in de rest van Nederland. Omdat we weten uit cijfers dat de Bourgondische Brabander vaak ook iets ongezonder leeft dan de rest van Nederland. Ja, ja. Maar ook Brabant is, vergrijst ook sterker dan, dus dan een deel van Nederland. Van waardoor onze Bourgondische kwaliteit... En we vergrijzen snel. Ja, precies. Dus dementie zal ook voor Brabant een steeds groter probleem worden. Qua doodsoorzaak, maar natuurlijk ook alle sociale problematiek die bij dementie komt kijken. Zal met name in Brabant echt wel een steeds groter probleem worden. Waar we met z'n allen natuurlijk voor staan om daar iets aan te doen. En die campagne die gaat mensen bewust maken. Wat kun je zelf doen om... daaraan bij te dragen. Kun je iets meer vertellen over die campagne? Die heeft 3 pijlers. Hè? Wat zijn die 3 pijlers? Ja, we weten dat in een aantal gevallen dementie te voorkomen is door een actieve leefstijl. En in onze campagne willen we daar de mensen van bewust maken. En willen ze 3 adviezen meegeven. Eerste advies is: blijf nieuwsgierig. Tweede advies is: beweeg regelmatig. En het derde advies is: eet gezond. Nou, die laatste 2, dat snap ik denk ik wel. De mensen thuis zullen ook denken van ja, dat snap ik. Maar die eerste, blijf nieuwsgierig. Kun je daar iets meer over vertellen? Blijf nieuwsgierig is dat we mensen willen uitnodigen om vooral ook vriendschappen te onderhouden. Blijf geïnteresseerd ook in anderen. Maar ontdek ook eens nieuwe dingen. Ga weer eens naar het theater. Als het goed is, mag dat binnenkort weer. Of naar een museum. Maar misschien ook zoek eens een leuke nieuwe hobby. Dus ontdek nieuwe dingen, waardoor je ook je brein weer prikkelt. Ja. We staan hier natuurlijk op een prachtige locatie. Ontdek de natuur. Maar probeer ook eens een ander rondje dan het geëikte rondje wat je misschien al loopt te ontdekken. En kijk eens naar dat informatiebord van wat houdt die schans in bijvoorbeeld. Hè? Dat je wat informatie tot je neemt. Ja, precies. Oké. Hey, en dan dat bewegen. Die spreekt voor zichzelf, maar ik denk dat je daar meer over kunt vertellen. Ja, nou, beweeg regelmatig. Dat is natuurlijk niet alleen goed ter voorkomen van dementie. Dat zullen een heleboel mensen al wel weten. Maar ongeveer een half uur per dag bewegen is ook goed voor je brein. En wij nodigen dus mensen uit om te bewegen en vooral ook zoek een manier die bij je past. Dus het is niet per se wandelen. Je kunt daar... Je kan alles, weet je. Dit is natuurlijk tennissen, zwemmen. Maar inderdaad, wandelen, fietsen. De beweegroute hier in Terheijden. En we hebben in Terheijden verschillende routes. Waar je ook, je kun je alleen als wandeling doen. En je kunt natuurlijk ook opdrachten doen. Ja. En dan hadden we het in ons vooroverleg ook nog over een app die je daarbij kan helpen als je gaat wandelen. Ja, het ommetje is natuurlijk een hele leuke app die je eraan herinnert om elke dag even 20 minuutjes een ommetje te maken. En die voorziet je dan ook tevens nog van hele leuke hersenfeitjes. Die ondersteunt natuurlijk alles wat we met deze campagne willen uitdragen helemaal. En ook Erik Scherder, die dat ommetje, die dat app heeft samengesteld, die nodigt ook vaak uit om dan ook net even elke dag een ander ommetje te maken. Hè? Ja. Het is prima om elke dag hetzelfde te lopen, maar prikkel jezelf ook eens om een ander rondje te lopen. Zoek de natuur op. Het bos vraagt ook weer dat je net even alerter bent op waar je loopt. Waardoor je inderdaad die hersenen toch net even actiever ook moet gebruiken dan dat je altijd hetzelfde blokje omloopt. Ja, en die laatste pijler, dat was eet gezond. Eet gezond. Kun je daar iets over vertellen? Nou, eet gezond is misschien ook voor de meeste mensen misschien wel bekend. Veel groenten en fruit. Nou, dit seizoen natuurlijk... prima voor met alle fruit wat nu weer lekker in de winkel komt. Of zelfs hier bij de lokale leverancier te krijgen is. Olijfolie, een beetje vanuit de mediterrane keuken en vette vis. En we nodigen mensen dus inderdaad uit om ook eens bij het voedingscentrum te kijken. Wij hanteren nog steeds de richtlijnen ook van het voedingscentrum. Je hoeft niet rigoureus op dieet te gaan, maar kijk eens of je met een eetwissel bijvoorbeeld gewoon al één ding van wat je veel eet misschien eens kan vervangen door een gezondere keuze. Denk eens aan witte rijst vervangen door zilvervliesrijst. En zo kun je met hele kleine stapjes al een begin maken naar een gezonder voedingspatroon. Dus ja. En als ik dan aan jullie campagne denk, hè, en de mensen zitten thuis en denken van nou, ik ben 53, ik hoef daar nog niks aan te doen. Dat zal wel voor mensen zijn die 80 zijn of zo. Op welke leeftijd richten jullie? De campagne richt zich op mensen van 45 tot 75. En natuurlijk mag iedereen die ook jonger is natuurlijk al met die leefstijladviezen aan de slag. Maar omdat denk ik voor de jongere leeftijdsgroep die nog niet zo bezig zijn met het voorkomen van dementie, richten we ons met name op 45, 75, omdat hoe vroeger je begint natuurlijk met een gezonde leefstijl, hoe groter de kans is dat je inderdaad onder andere dementie, in ieder geval die vormen die daarmee te voorkomen zijn, ook echt verkleint dat je de kans verkleint dat je die krijgt. Nou Eugenie, ik denk dat je een heleboel mooie handvatten hebt gegeven voor de mensen thuis. En hoe mooi zou het zijn, we kunnen het nooit bewijzen, hè? Maar dat we toch een bepaald percentage op deze manier, voorkomen of vertragen. Kun je daar iets over zeggen? Of? Ja, het is natuurlijk nu niet helemaal duidelijk hoe het helemaal precies werkt. Maar door een gezonde leefstijl weten we in ieder geval dat een deel te voorkomen is. En misschien dat het ook bijdraagt aan het vertragen van het verloop van de ziekte. Maar dus met name, het is altijd de moeite waard om die gezonde leefstijl. Dat is natuurlijk voor een heleboel gezondheidsdingen. Dus beste mensen, bekijk deze tips nog eens goed en maak er gebruik van wat Eugenie zegt. Je hoeft niet ineens heel je leven om te gooien, maar pak daar gewoon tips uit en werk aan die gezonde leefstijl. En dan is het te hopen dat ook u geen dementie gaat krijgen. Eugenie, heel hartelijk dank voor het interview en jullie zie ik graag volgende maand weer. Dankjewel.